En baan 8 zien wij van ZPC Zegenwerp Isa Schilligens. Op baan 1 voor PSP Nikita van den Oude. Op baan 7 van de Blue Marlins Floor Hogevorst. Op baan 2 voor deze NPC Ariane Kooyinga. Op baan 6 van de Dolfijn Amber Sedi. Op baan 3 voor de Dolfijn Eefje Irvine. Op baan 5 ook de Dolfijn Carolina Semelli. En op baan 4 voor ZPC Amersfoort Maaike Ooms. Dit is de 100 meter rustslag B-finale. Ja, we zijn van start en we zien baan 2, Ariane Kooyinga, die daar een afgelegde voorsprong had. Houdt ze die voorsprong? Het is Maaike Ooms die als eerste keert met een tussentijd 30-07 op baan 4. Gevolgd door Floor Hogevorst, 30-25 op baan 7. En die derde tijd die was dan van... Maar het zijn kleine verschillen hoor. Op dat 50 meter keert, maar 75 meter nog steeds. De voorsprong is alleen wel voor de Maaike Ooms. Zij heeft nu bijna een lengte voorsprong op dames in baan 5 en 7. Carolina Ciamelli en Floor Hogevorst. Op naar de muur zien we hier de aantik van Maaike Ooms in 1-0-2-0-0. Mooi persoonlijk record. De tweede tijd voor Carolina Ciamelli en de derde tijd is het voor Floor Hogevorst. Uitslag is het officieel. Winnares bij deze B-finale is Maaike Ooms. Wij gaan verder met de dames 100 meter rugslag A-finale.